Ja, en na dat moment, ik ben heel erg kwaad over dat moment eigenlijk. Ik vind het gewoon onacceptabel, rode kaart. Ja, dan weet je op een gegeven moment, als je dan met man minder staat, dat het heel zwaar wordt natuurlijk. Ik moet zeggen dat ze het toch best aardig voor elkaar hadden. Al hadden zij continu initiatieven, brachten ze heel veel ballen in. De keeper deed het best aardig op dat moment. Tot dat moment dat we ook een wel of niet vrije trap aan zij kan krijgen. En hij de goal krijgt uit een onmogelijke hoek. En dan weet je op dat moment dat het, zoals ik altijd zeg tegen mijn ploeg, je moet ook spelen met de emotie van het stadion. Je moet spelen met de emotie van een tegenstander. Je moet ze niet brengen en het gevoel geven dat er wat te halen valt. En helaas hebben wij op dat moment wel gedaan. En dan leeft het bij hun nog meer. En het is best lastig omdat we heel veel hebben gegeven om dan nog fysiek vol te houden tot het einde. Ik kan mijn spelers niks verwijten, want ze hebben echt geknokt voor wat ze waard waren tot het einde. Alleen de gamechanger was een rode kaart. Ja, tot die tijd eigenlijk kraken jullie de PSV-code. Kwam uit wat je vooraf had bedacht. En wat had je bedacht? Ja, precies wat je gezien hebt. Het is een simpel antwoord. Eigenlijk klopt alles. En dan ben je ook een grotendeels aan de zijkant een beetje aan het genieten. Maar dan wetende ook, de wedstrijd duurt nog heel erg lang. Heb je nog veel te gaan. Ik zeg altijd tegen mijn spelers, ongeacht wat, blijf met 11 man op het veld. Nou, het is me van nou niet gelukt om één van hen te overtuigen om dat te gaan doen. Ja, de woede zit er nog. Was het de diepte achter hun backs? Dat was het plan? Nou, je weet dat zij ook heel graag druk gaan zetten. Nou, is het nou door de as? Vanavond was het via de flank met Noah Lang. Daar zijn ze ook bekend om en ook heel erg goed in. Ik vind dat wij dat vrij aardig bespeeld hebben. Kijk, wij staan ook bekend als een ploeg die heel veel opbouwt van achteruit, van een korte passing. Alleen ik heb gezegd dat we vanavond wel de balans moeten zien te vinden tussen een korte en lange opbouw. Daar hebben we wel veel op getraind. Nou, daar hebben we een paar momenten op gehad. Snelle schakelmomenten met onze rechtsback. Op het moment dat we de bal hebben veroverd. Dan weet je op een gegeven moment dat een flankspeler heel hoog en diep staat. Nou, dat kwam prima uit. Dat is een gelukkige wijze. Dan scoor je nog eens uit dat stuk. Dat ze met heel veel ruimtes in de laatste linie spelen. Ja, dat hebben wij gewoon hartstikke prima gedaan, vind ik. Ook in de middenfase. In de middenblok hielden we bal prima bij. Konden we ons flankspelen ook hier en daar bereiken. Dus ja, alles bij elkaar was ik gewoon zeer tevreden over datgene wat we lieten zien tot dat moment. Ja, en nogmaals, als jij blijft doorvragen over rode kaart, dan word ik steeds kwaaier. Maar dat moeten we niet hebben. Dus. Ja, Marino, je zegt net al, het werkte. Onze tactiek werkte, het plan werkte. Had je van tevoren verwacht dat je PSV zo in de tang zou hebben, die eerste pak een beet 70, 75 minuten? Dat weet je dan aan de voorkant nooit. Alleen wat best interessant is, dat kijk, wij zijn niet zo'n bekende ploeg. Mensen kennen ons niet zo goed. Alleen ik ken mijn ploeg vrij goed. En wij hebben het eigenlijk vorig jaar ook in de Champions League tegen absolute top tegenstanders ook laten zien. Dat we dat kunnen. En dat liet je die eerste 70 minuten ook maar weer zien. En dat lieten we vanavond ook weer zien. Alleen kopen we vanavond niks meer voor. Dus en dat is vrij logisch. Kijk, we hebben ook veel onbekende jongens natuurlijk. Die in de brede Europa niet bekend zijn. Maar die laten zich wel gelden, vind ik. Ze laten zich ook zien. Dat is mooi om te zien. Daar ben ik echt best trots op ze. Nogmaals, ja, dan moet ik het over omstandigheden hebben. Maar daar heb ik vanavond niet zoveel zin in, om eerlijk te zijn. Voor wie iedereen bekend zijn. Hoe deze gasten telkens weer zich weten op te rapen. De frustratie rond die rode kaart, die zit er natuurlijk. Wat zeg je dan na afloop tegen je spelers? Tegen hem heb ik helemaal niks gezegd. En de rest? En dat weet hij al genoeg. Tegen de rest heb ik gezegd dat ik best trots op ze ben. En daar ben ik ook echt oprecht. Want nogmaals, ook met man minder hebben we keihard gewerkt. Hebben we onze best gedaan. Ja, dan weet je wel dat de tegenstander met zo'n kaliber van als PSV, met zoveel individuele kwaliteiten, maar ook een goed spel uiteraard. Dat het lastig is om daar continu tegen te houden. En dat is helaas gebleken. Dankjewel. Chip Tanja. Hello, mister. Two short questions. First of all, if to speak about this defeat from 1 point to 10, how painful is it?
110. And the second, we are really impressed by the game of Riznik and Konoplya today's performance. Can you like share your opinion about I was impressed from all of them, to be honest. Not only those two you mentioned, from all of them. Like I always tell to my team, I'll tell you also one more time, the team makes individual and not another way around. So I'm not going to mention any name. They all were very good. Ще питання? Any more questions? А ти казай на українській. Yeah. Okay. Finish. Okay. Thank you. Bedankt. Fijne avond allemaal.